Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe GPFans nieuws special. We gaan het vandaag hebben over Aston Martin en Sebastian Vettel. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan zeker niet te doen. Voor nu, laten we doorgaan met de video. Sebastian Vettel die deed tijdens de Grand Prix van Hongarije uitstekende zaken en wist na een spannende race als tweede over de finish te komen. Hij zag zijn podiumplek enkele uren na de race echter afgenomen worden door de wedstrijdleiding omdat er niet genoeg brandstof was overgebleven in zijn tank. In de reglementen van de Formule 1 staat nadrukkelijk geschreven dat iedere auto aan het einde van de Grand Prix nog minimaal 1 liter brandstof in de tank moet hebben, zodat de VIA deze kan onderzoeken. Bij Vettel bleek er echter nog maar 0,3 liter brandstof overgebleven te zijn, waardoor een disqualificatie volgde. Aston Martin die liet vrijwel direct weten dat het de intentie had om in hoger beroep te gaan, omdat het team zeker wist dat er meer brandstof in de tank had moeten zitten. Vorige week voegde het team daarbij het woord en werden er maatregelen genomen. Er werd een beroep aangetekend tegen de straf zelf, maar tegelijkertijd ook een verzoek ingediend om de straf te laten herzien. En dit laatste was mogelijk omdat Aston Martin nieuw bewijs in handen zou hebben. Nou goed, op maandagavond werd er via Zoom een speciale hoorzitting gehouden. Hierbij waren Michael Masi, de stewards en de afgevaardigden van Aston Martin aanwezig. Nou, toen heeft de VIA het verhaal van Aston Martin aangehoord, het nieuwe bewijs bekeken. Nou, daarna hadden ze besloten dat er geen gegronde reden was om de straf te herzien. De VIA die verklaarde in een officieel document dat men erachter is gekomen dat er een storing was bij de brandstoftoevoer die het tekort aan brandstof heeft veroorzaakt. De storing zorgde er namelijk voor dat er per ongeluk een aanzienlijk hoeveelheid brandstof uit de brandstofcel is geloosd. Nou, omdat de VIA deze data in Hongarije al in handen had, zou het normaliter niet als nieuw bewijs worden gezien. Aston Martin die heeft echter verklaard dat je deze data pas op lange termijn kunt analyseren vanwege de complexiteit. Daarom heeft de wedstrijdleiding eerlijk toegegeven dat het als nieuwe informatie wordt gezien. Wat betreft de relevantie van deze nieuwe informatie en de invloed op de straf kan de VIA kort zijn. Hoewel er inderdaad problemen waren, kan er geen uitzondering gemaakt worden. In de officiële reglementen staat namelijk geschreven dat de reden waarom er geen benzine uit de auto gehaald kan worden niet relevant is, omdat het de verantwoordelijkheid is van het team om te zorgen dat alles correct werkt. In een officiële reactie liet teambaas Otmar Szafnauer het volgende weten. Sebastian die reed briljant in Hongarije en we waren blij dat we de kans hebben gekregen om nieuw bewijs te tonen dat we sinds de race hebben ontdekt. We waren van mening dat het bewijs dat we presenteerden relevant was en aan de VIA zou bewijzen dat zijn tweede plaats na zijn disqualificatie had moeten worden hersteld. Helaas nam de VIA een ander standpunt in. Ondanks het feit dat ons nieuw bewijsmateriaal niet werd betwist, is de disqualificatie van Sebastian gehandhaafd omdat het nieuwe bewijs niet als relevant werd beschouwd. En dat is teleurstellend. We zullen ons nu beraden op ons standpunt met betrekking tot volledig beroepsprocedure. Het is daarom dus nog onduidelijk of er nog een officieel beroep zal gaan volgen. Goed, dat was hem dan het GPFans nieuws special omtrent de VIA, Aston Martin en de disqualificatie van Sebastian Vettel. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!